De bespreking van de toets van het hoofdstuk licht. Natuurlijke lichtbronnen zijn lichtbronnen die in de natuur voorkomen. Zon, sterren, vuurvliegje, bliksem. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Kunstmatige lichtbronnen bij 1b zijn door de mens gemaakt. Bij 1c de richting van de pijltjes. De kaas is een lichtbron, dus die zendt zelf licht uit. Beweegt van de lichtbron af, dus naar het oog toe. Iedereen ziet die parachutist vanwege diffuse terugkaatsing. Dus het licht valt op de parachute, kaatst naar alle kanten terug. Diffuse terugkaatsing. Hier links zien we dat het zonlicht evenwijdig aankomt, omdat de zon heel ver weg staat. Hier rechts zie je dus ook dat de schaduw evenwijdig verschoven is van de bomen. En daarmee toon je aan dat zonlicht evenwijdig is. Bij het spiegelbeeld is links en rechts in dit geval gewisseld. Dus je klapt het woord Malmberg zwaar om, waardoor je antwoord D zeg maar krijgt. Waar zit de hoek van inval? Die zit tussen de normaal en de invallende lichtstraal. Dat is de definitie. De hoek van inval zit tussen de normaal en de invallende lichtstraal. En die is 10, 20 graden. Teken de teruggekaatste straal. Nou, pak je hier de geodriehoek. Zorg dat je hoek van terugkaatsing even groot is als de hoek van inval. En dan zie je hem hier. De teruggekaatste lichtstraal. Bij 6 teken door spiegelen vanuit het beeld hoe Rick de bal ziet. De vraag was daar veranderd en het ging erom hoe Connie, die naast Rick stond, de bal zag. Nou, Connie stond een stukje daarnaast. Hoe ziet die de bal? Je spiegelt de bal op dezelfde afstand achter de spiegel. Connie denkt de bal zit hier. Dan kun je deze lichtstraal stippelen, want er gaat geen echt licht. Die trek je door, pijltje naar het oog. En dan kun je deze tekenen, dus het licht gaat zo naar Connie. Teken je hier normaal, dan geldt de spiegelwet. Hoek van inval is hoek van terugkaatsing. Bij 7, in welke stap is het gezichtsveld getekend? Het kan op zich verschillende manieren. Je kan ook eerst een normaal tekenen hier, loodrecht op de spiegel aan de buitenkant. Vervolgens kun je zeggen, het licht gaat naar het oog toe. Kun je deze tekenen en deze. En dan kun je zorgen dat de hoek van inval en terugkaatsing gelijk wordt. Dus je kan eerst de normale tekenen. Dan de lichtstralen naar het oog toe. En dan kun je deze hier tekenen en deze. En dan zit hier het gezichtsveld. Je mag ook eerst de lichtstralen tekenen naar het oog toe. Dan de normaal en de normaal. En dan deze lichtstraal. Hier zit het gezichtsveld tussen. De kleuren van het spectrum van wit licht. Denk aan het woord, fantasiewoord, rogbif, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, eventueel en violet. 2 toepassingen van infraroodstraling bij B. Warmtelamp of een detector bijvoorbeeld. Bij C, ultraviolette straling. Controle van geld, of een zonnebank bijvoorbeeld. En een nadeel van UV-straling is dat het huid verouderd of kankerverwekkend is. 9. Als je nou een rode lamp hebt, hoe veranderen de letters? Nou, het shirt wordt uiteraard rood van kleur, zo zie je het. Want wit kaatst alle kleuren terug. En zwart blijft altijd zwart, want het absorbeert alle kleuren. Rood. Met een rode lamp, rood kaatst zijn eigen kleur terug. Dus zie je dan rood. Deze 2 zijn lastig. Wat gebeurt hier? Een rode lamp met groen. Groen kaatst alleen groen licht terug. Maar er is alleen rood licht. Dus je kaatst niks terug. Komt er geen licht bij je oog. Wordt zwart. En die laatste. Rood licht op een blauwe letter. Die zie je ook zwart. Hetzelfde verhaal als die V. Hoe kun je zien dat de onderstaande lens positief is, is in het midden het dikst en heeft een convergerende werking. De lichtstralen gaan dus ten opzichte van de voor naar elkaar toe. Dus in het midden is hij dikker en de lichtstralen ten opzichte van voor de lens breken naar elkaar toe. Als de lens nou bij B boller wordt,
dan wordt je brandpuntsafstand van het midden tot waar ze elkaar nou snijden, die wordt kleiner. De bundel PC tussen de lens en het brandpunt, dus tussen de lens en het brandpunt, dat is een bundel die naar elkaar toe gaat, een convergente bundel. Dus hier hebben we een convergente bundel PC. Hier is hij trouwens evenwijdig, convergent en daar divergent. Bij 11, daar zien we een holle lens. Hoe zie je dat? Als je evenwijdig licht hebt, breekt het daarna uit elkaar. En dat is een divergente bundel. Een holle lens is in het midden het dunst en die geeft dus geen beeld. Het licht komt niet meer bij elkaar. Heb je dus niet veel aan in een apparaat? Wel een bril. Nou, dat is een instinker. Is het een holle of een bolle lens? Kijk je alleen rechts, dan denk je, ah, het gaat naar elkaar toe. Een bolle lens. Maar kijk je eerst links, dan zie je dat het licht een beetje naar buiten breekt ten opzichte van daarvoor. En dat is wel degelijk een holle lens, een divergerende werking. Hier staat een bolle lens, zie je in het plusje. Je ziet de twee brandpunten, de hoofdas. En er staat een pijltje. Nu moet je het beeld construeren, een reëel beeld. En dat is het beeld dat je op het scherm kunt opvangen. Nou, je tekent een lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas en die gaat door F. Dat wordt die. Dan teken je eentje door het midden van de lens. Dan krijg je een snijpunt. En dan komt daar een pijltje ondersteboven. Ik laat hem even zien. Ik kan ook eerst deze doen. Evenwijdig aan de hoofdas door het brandpunt. Dan die door het midden teken je door tot waar ze elkaar snijden. En tenslotte krijg je beeld ondersteboven. Denk aan de pijltjes, anders kost het een half punt. Hieronder zien we een lastig plaatje. Ik zie een voorwerp, een beeld en een hele hoop lichtstralen. Welke constructiestralen zijn nou nodig om het beeld te tekenen? Nou, dat zijn die twee. Die door het midden, die verandert niet van richting, deze. En die evenwijdig aan de hoofdas, die gaat door F, deze. Dan krijg je het snijpunt, het beeldpunt. Nou, er zijn ook lichtstralen zoals deze hier. En deze, daar is geen regeltje voor. Waar gaan die naartoe? Nou, alles wat hierboven vertrekt bij L1 komt in B1 uit, die ook factor 8 betekent dat je 8 keer zo lang in de zon mag als normaal voordat je verbrandt, volgens de theorie. Dan duurt het dus 8 keer 10, 80 minuten voordat je huid rood kleurt. Bij een onderstaande plaatje leg uit wat de voorwerpsafstand is. Dat is de afstand van het voorwerp, de kaars, tot het midden van de lens. En de beeldafstand is de afstand van het midden van de lens tot het beeld, tot het scherm. Wat valt op aan het beeld? Nou, het staat ondersteboven. Links en rechts is ook verwisseld, moeilijk te zien, maar je ziet ook dat het wat groter is. Dus dat valt wel degelijk op. Leg uit waar het beeld mijn oog terecht komt. Nou, het beeld komt hier, en dat is op het netvlies terecht, ondersteboven. De pupil, dat is het gat in de iris, een opening, en die regelt de hoeveelheid licht. Hier staat een meneer, en vervolgens staat diezelfde meneer dichterbij. Dan wordt die lens van het oog, zoals je ziet, boller, want hij moet het licht toch bij elkaar krijgen op het netvlies, en dat kan alleen maar door sterker te worden, door te accommoderen. Dus hieronder is je oog geaccommodeerd, die lens, dan is die boller geworden. Verklaar het verschil tussen de twee plaatjes, bijziend en verziend. Nou, hier een bijziende, die ziet dichtbij goed, dat zegt het woord ook al. Bijziend ziet dichtbij goed, maar ver of niet. Dat hebben de meeste jongeren. Een verziende, dat kan ook, dan zie je in de verte, zie je goed. Want dichtbij zie je niet goed. 20a, als we dit plaatje vergelijken met dit, dan wordt hier ver afgekeken. Denk aan het zonlicht, dat kwam evenwijdig van ver af. En dit is dichtbij. Dus hier wordt ver afgekeken. Die oogafwijking, nou, het licht komt voor het netvlies. Dichtbij ziet hij goed, ze is bijziend. Kan die in de verte scherp zien? Nee, dat zie je wel. In de verte komt het beeld voor het netvlies.
Waarom wordt een holle lens bij D gekozen? Om de afwijking te corrigeren. Nou, je ziet een stukje. Het beeld moet op het netvlies komen. Het komt ervoor, dus hier gaat het een beetje divergent door die holle lens en dan komt het hier wel goed. Dus waar normaal ervoor komt, gaat het een beetje uit elkaar en uiteindelijk wel goed op je netvlies. Die cijfer kun je als volgt uitrekenen. Bedankt voor de inzet.